Standaarden zijn overal. Hè. Er zijn 50.000, 100.000 normen als je dat allemaal moest optellen. ISO en SEN en IEC en CNLEC, etc. Dus we staan er niet bij stil, maar in ons dagelijks leven zijn normen alomtegenwoordig. Hè. De schoenmaat is genormaliseerd, het maat van mijn hemd is genormaliseerd, uw gsm, uw iPad, honderden normen zijn daarvoor nodig om dat allemaal doen, te werken en te fabriceren, hè. EMC-normen en interoperabiliteitsnormen. Dus ik denk dat dat wel duidelijk is, dat normen heel frequent aanwezig zijn in onze toestellen en ons dagdagelijks werk, zonder dat we het beseffen. Hè. Het A4-blad dat voor je ligt, een van de eerste normen die gemaakt zijn ooit. Wat is een standaard? Dus een norm, een standaard, een norm is een document waar de afspraken in staan die gemaakt zijn door alle stakeholders. En die spreken af van hoe dat een product gemaakt wordt, of een proces gemanaged wordt, of een dienst wordt geleverd. Ja. Dus wat belangrijk is ook, dat een norm is dus geen wet. Een norm is vrijwillig van toepassing. Hè. En op de norm is ook copyright van toepassing. Dus we hebben gezegd, men komt overeen wat er in de norm staat. De stakeholders rond de tafel zijn akkoord. Hè. Dus rond de tafel, dat wil zeggen dat het een systeem is, een proces. Een normalisatieproces is een open en transparant proces. Omdat iedereen kan deelnemen. Er is niemand uitgesloten van deelname. En op het einde van het verhaal moet er een consensus zijn over wat er op papier staat. Dus dat is, als dat gebeurt, iedereen die rond de tafel zit, is akkoord. Dan heb je een overeenkomst tussen die partijen. En is dat het goed vakmanschap dat in de norm wordt gezet. Het is vrijwillig van toepassing. Ah, maar dat is niet altijd zo, want het wordt wel verplicht op het moment dat de wetgever ernaar refereert. Als uw wetgever zegt in een wet, je moet die norm gebruiken voor een centrale verwarmingsinstallatie te plaatsen, etc., dan is er wel een verplichting op het gebruik van die norm. Als je een contract afsluit, aannemer, opdrachtgever, in het contract staat, mijn producten, uw dienst, uw proces moet volgens die en die normen afgeleverd worden, dan is de verplichting er ook tussen aannemer en opdrachtgever. Ja. Als je gaat certificeren, dan ga je de norm moeten gebruiken. Daar is geen weg langs. Als je laat ISO 9001 certificeren, ga je de norm moeten toepassen. Hè. Je gaat jezelf een verplichting opleggen om die toe te passen. En dan voor de bouwproducten, in het CE-markeringsverhaal zijn de geharmoniseerde normen zijn daar eigenlijk ook verplicht te gebruiken vanuit de Europese regelgeving.